Je zit er maar druk mee. Ja, het is een drukke dag vandaag, ja. Niet zozeer voorbereidingen, maar werk wat nog gedaan moet worden voordat we weer naar Japan gaan. Oh, jongens, ik kan niet wachten. We zijn nu vissen aan het filmen voor de veiling voor de komende weken. Je ziet gewoon, het gaat gewoon als een treintje. Ja, dat hebben we al vaker gedaan, ja. Ah, je denkt dat het zwart is, maar kijk maar goed, er zitten vlekjes op, maar hij is niet helemaal zwart. Ja, kijk, als we dit soort vragen gaan stellen, ja, dan... Nee, maar dat weten mensen wel. De mensen weten dit. Ik denk dat dit een koshiki is. Ja, mooi. Vanuit Japan. Zo. Wat mooie boompjes staan, hoor. Ja, er staat er eentje bij een kweker. Sekiguchi. Oh, nou, die boom die is al een paar honderd jaar oud, denk ik, hoor. Ja. Lekker. En altijd zelf? Ja. Ja, ik heb hier echt heel veel zin in. Natuurlijk, 2019 was de laatste keer voor mij. Dus ik verheug me er wel op. Ja, gewoon weer bij de kwekers langs. De rust die daar heerst. De mooie vissen die daar zwemmen. Eigenlijk alles wel een beetje. De hele beleving. Zo. Even een paar visjes filmen voordat we naar Japan gaan. De veilingen gaan natuurlijk gewoon door. Je zit er maar druk mee. Ja, het is een drukke dag vandaag, ja. Niet zozeer voorbereidingen, maar werk wat nog gedaan moet worden voordat we weer naar Japan gaan. Oh, jongens, ik kan niet wachten. Wat gaan we doen in Japan? Het wordt een lange reis dit jaar. 3 weken voor mij. En dan ga ik eerst 2 weken alleen helpen bij Yagenji. Elke dag een mudpond afvangen. En dan de laatste 10 dagen komt Robert ook nog. Om de rest van de vissen mee te helpen aankopen. En dan gaan we weer op jacht naar de mooiste kooi. En verse zuurstof erin. Robert, als ik nou een speciale kooi wil hebben, kan ik die bij jou reserveren? Of hoe kan ik dat het beste doen? Als je specifieke wensen hebt en op zoek bent naar een speciale vis, dan kan je lid worden van onze WhatsApp-groep. Hierin delen wij al onze aankopen die we tijdens onze Japanreis doen. En wij delen allerlei highlights. En ik kan van allerlei soorten kooi aanvragen? Ja, alle soorten kooi kan je bij ons aanvragen en wij gaan voor je op zoek. Heb je een specifieke opdracht, kan je eventjes naar de link op onze website gaan en daar vul je een zoekopdracht in en wij gaan specifiek voor die vis voor je op zoek. Als je meer informatie wil, kijk in de beschrijving en klik op de links. Nou lijkt het alleen maar Robert aan het werken. Nee, voor de video kan dat niet. Hij was snel, de kleine. Oh, we hebben hem.